Vaak heb je niet één kracht, maar er zijn meerdere krachten in het spel. En dan moet je die krachten samen nemen. Iets wat samenstellen wordt genoemd. En daar gaat het dit keer over. Twee smurfen die een olifant vooruit proberen te trekken. Dus twee krachten dezelfde kant op. Ze gaan niet alleen dezelfde kant op, ze liggen ook nog eens op dezelfde werklijn. Ik hoop dat je nog weet dat de werklijn de denkbeeldige lijn is waarom kracht ligt. Zodra twee krachten op dezelfde werklijn liggen, dan mag je de krachten zo verschuiven dat ze hetzelfde aangrijppunt krijgen. We hebben nu dus twee krachten die elkaar volledig helpen. Het resultaat dan is dat ze samen 280 newton zijn. Dit noemen we de resulterende kracht en met dezelfde richting op dezelfde werklijn mag je ze er gewoon optellen. Maar het kan ook anders, namelijk niet meewerken, maar tegenwerken van twee krachten. Ze hebben nog wel dezelfde werklijn, dus mogen ze ook hier weer verschoven worden naar hetzelfde aangrijppunt. We hebben nu twee krachten die elkaar volledig tegenwerken. In plaats van optellen, moeten ze nu van elkaar aftrekken, wat resulteert in een kracht van 80 newton. Dus, voor de resulterende kracht geldt dat voor twee tegengestelde krachten op dezelfde werklijn de twee krachten van elkaar mogen worden afgetrokken. Of dat nu F1 min F2 is of F2 min F1, dat is nu even niet belangrijk. Het kan nog gekker, namelijk twee krachten die verschillende richtingen hebben. Dus, daar liggen ze zo bij. Om het een beetje duidelijker te maken, vergroten we even het plaatje. Beide krachten liggen op verschillende werklijnen die een hoek met elkaar maken. Hoe moeten we nu die twee krachten samennemen? Wel nu, stap 1. Teken een lijn vanaf kracht 1 evenwijdig aan kracht 2. En stap 2. Teken eenzelfde lijn vanaf kracht 2 evenwijdig aan kracht 1. Die twee snijden elkaar in een punt en in dat punt eindigt de samengestelde kracht. Dus dat is de resulterende kracht. Je ziet dat er een parallelogram is verschenen. We noemen dit dan ook de parallelogrammethode. Maar hoeveel newton is de resulterende kracht nu? Je mag niet 180 plus 100 doen, want ze liggen niet in dezelfde richting. Je gaat als volgt aan het werk. Je meet een kracht op hoe groot de lengte is in centimeters. Dat is hier 4 centimeter, hoewel dat op jouw scherm natuurlijk best iets anders kan zijn. Die 4 centimeter is in het echt 100 newton. Let op dat er geen is gelijk tegen staat, maar een is-teken met een dakje boven. En dat betekent dat ze met elkaar overeenkomen, maar dat het eigenlijk niet hetzelfde is. Immers, je vergelijkt centimeters met newton. Als 4 centimeter overeenkomt met 100 newton, dan komt 1 centimeter overeen met 25 newton. Dit wordt de schaalfactor genoemd. Vaak wordt de schaalfactor al vooraf bij een tekening gegeven en hoef je dus dit niet meer apart op te meten. Je meet nu de lengte van de resulterende kracht op. Hier is dat 9 centimeter. En dus is de resulterende kracht 9 maal 25 is 225 newton. We hadden al twee situaties en de derde komt er nu dus ook bij. Namelijk twee werklijnen met een hoek ertussen vraagt om de parallelogrammethode. Een speciaal geval wat regelmatig voorkomt is dat er twee krachten zijn die loodrecht op elkaar staan. In dit geval is het bijvoorbeeld de zwaartekracht, loodrecht naar beneden, en de windkracht die hier horizontaal is. Die twee krachten kun je natuurlijk weer met de parallelogrammethode samen nemen, waarbij F resulterend kan worden bepaald. Maar je kunt F resulterend ook nu berekenen met precies Pythagoras. Neem als voorbeeld een windkracht van 5 newton en een zwaartekracht van 8 newton. Dan is dus de resulterende kracht
uit te rekenen en die komt dan op 9,4 newton uit. Ook de richting van een kracht hoef je hier niet op te meten. Die hoek, alf in dit geval, kun je berekenen met de tangens. In dit geval kom je met een tangens uit op 8 gedeeld 5 is 1,6 en de hoek kun je dan berekenen met de inverse tangens en is 58 graden. Dus je hebt hier alles met een berekening gedaan in plaats van te bepalen door op te meten. Goed gewerkt en dan ook goed rusten.